Vandaag kreeg Jeroen de opdracht om pannenkoeken te gaan bakken. Ik mocht helpen. De pannenkoeken zijn helaas niet helemaal gelukt. Als iemand pannenkoeken opgeven! Moet eruit, joh! Eruit! 10 seconden erop en je had de vlammende pan gehad. Zet het vuur uit! Maar de puinhoop is wel gelukt. Iedereen is inmiddels weggerend en ik mag dit in mijn eentje gaan opruimen. Jongens, super bedankt dat jullie hebben meegeholpen. Dit is het eindresultaat en natuurlijk zijn jullie de volgende keer aan de beurt. Wij zijn erg benieuwd hoe de gasten de camping ervaren. Hebben zij leuke verhalen en wat vinden zij van Holiday FM? Nou, de camping hier, hoe vinden jullie het? Wij vinden het heel leuk hier. Ja? Ja. Nou, jij ook? En jij ook, hè, Kane? En jij, Lois, wat vind jij het leukste hier? Zwemmen? Ja. Ja. Nou, en wat vind je nou eigenlijk van een camping hier? Leuk. Ja? Ja. En is dit je eerste keer hier? Nee. Nee? Want hoe vaak zijn jullie hier al eerder geweest? 3 keer. 3 keer al? En dit is wel de 2e keer dat wij hier zijn. Heb je ons vorig jaar ook gezien? Nee. Nee? En nu wel. Wat vind je ervan? Leuk. Nou, kom je hier eigenlijk vaker? Ja, ik sta al mijn hele leven. Ja? Ja. En wat vind je ervan dan hier? Alles verandert, dus het blijft altijd leuk hier. En de Holiday FM zit er natuurlijk ook. Vorig jaar ook. En wat vind je daarvan? Ik vind het wel gezellig, al de muziek daarvoor. Meestal is het nogal saai als er geen muziek is en zo. Dus er is wel een toevoeging aan je vakantie? Ja, dat sowieso. Dankjewel. Nou, de enige echte DJ zit hier. Hallo. Hallo, goedemiddag. Welkom. Ja, het is middag, ja. Ja, het is nog middag en zit hier al gezellig. Het ziet er al gezellig uit, maar hoe gezellig ben jij? Nou, voor onze campinggasten denk ik dat ik heel gezellig ben. Okay. Ja, ik kom hier al een paar jaar. Ik sta nu hier voor 2 jaar vast. En bevalt me heel goed. Ja, en je bent een DJ. Vertel. Nou, ik ben DJ. Ik ben eigenlijk een beetje mannetje van alles op de camping. Mensen mij zien, van dat je daar nog ben. Ik doe mijn spooktalk, ik doe met een goede doelendag mee regelen, verzorgen, samen met mijn hond. Eigenlijk een beetje man van alles. En als je nou een artiest moet hebben die je leuk vindt, of een zanger of iets, wie? Nou, dat maakt me in principe niet uit. Maar we hebben vanavond eentje. Ik weet niet wanneer dit uitgezonden, maar vanavond hebben we er een. Vincent! Dat is toch veel te leuk, of niet? Dat is hartstikke leuk. Ik weet zeker dat je vanavond, als mensen, als je dit ziet, kom vanavond om 9 uur speelzaal open. En we gaan een fantastische avond van maken. Onderdeel van het spel Jongens tegen de Meiden is het woordenspel. Ieder persoon krijgt 2 letters omgehangen. Daar gaan ze een aantal woorden mee maken en het team dat dit het snelste doet, wint. Een van de vele onderdelen van Jongens tegen de Meiden is het onderdeel de mat op. Tijdens dit onderdeel ga je met je team de mat op en mag je alleen met de onderdelen van je lichaam de mat raken. Lukt dit, dan ga je door naar de volgende. Beide teams doen dit en dan komt er een winnaar uit. Je kan dit doen met 4 of 2 personen en wij doen dit met 2 personen. Niels, de battle, waarom ga jij vandaag wel winnen? Nou, omdat wij vandaag echt een goed team hebben. Ik zie het gewoon. Ja, ik voel het, echt. Dit gaan wij winnen. Dit gaat lukken. En hebben jullie ook een geheime tactiek? Nou, ik denk dat wij gewoon topsnelheid zijn.
Ja, ik zie hier een paar snelle jongens staan. Ja. Dus jongens, even allemaal. Wie gaat er winnen? Nee. Jongens! Luister, kom op. Zijn nog één keer, harder. Wie gaat er winnen? Yes! Yes! Yes.